De dag van de Achterhoekse Wandelvierdaagse 2012 zit erop. De achtste editie van de Wandelvierdaagse verloopt zo spoedig met veel deelnemers. Gisteren heel veel dagjes mensen. En hoe zit het vandaag met de daglopers? We vragen het aan Rob Kok van de organisatie. Nou, gisteren hadden we de ruim 400 daglopers. Vandaag hebben we de ruim 300. Dus dat gaat hartstikke goed. Ja. Gisteren was natuurlijk een vrije dag voor iedereen. En vandaag zijn er veel mensen die het moeten merken. Maar morgen verwacht ik toch weer heel veel mensen die één dag komen lopen. Ja. Toch wel een heel aantal voor vandaag. Dus toch wel weer noemenswaardig. Ja, ruim 2200 mensen die gestart zijn. Dat is heel goed voor ons. Ja. Vandaag een bijzonder mooie dag door Montferland. Mooie omgeving. Wel een zware omgeving, denk ik, hè? Ja, voor veel mensen was het toch redelijk zwaar. Maar goed, de derde dag is vrij zwaar. De vierde dag lopen de mensen eigenlijk automatisch wel uit. Toch een aantal behandelingen bij het Rode Kruis viel mee. Dus op dat betreft een goede dag. Ja. Wat me opviel onderweg is dat heel veel mensen ervoor kiezen om toch wat leuks te doen onderweg. Kinderen aan de straat met een bakje snoep, tukjes, komkommer. Van alles wordt er aangesleept en je ziet het steeds vaker en steeds meer. Dat moeten jullie goed doen. Ja, nu we de routes toch redelijk vast hebben staan, doet het ons heel goed dat mensen inderdaad langs de straat gaan staan. Een attentie voor de wandelaars. En we hopen dat dit zich uit gaat breiden de volgende jaren.